Welkom bij deze Future Forward Talk, waarin we het gaan hebben over Vrijplaats. En Vrijplaats is een speelruimte voor onderwijsinnovatie, een duurzaam initiatief binnen hogeschooleducatie. Dat zijn mooie woorden, maar wat houdt het nu precies in en wat gebeurt er allemaal binnen die Vrijplaats? Daarover gaan we het hebben met de trekker van de kar, de oprichter Eef Tjoen. Hij is kunstenaar en docent aan Artevelde Hogeschool. En naast hem zit Thomas Remery. Ook docent aan Artevelde Hogeschool en van professie marinebioloog en tevens verbonden aan Vrijplaats. Welkom allebei. Welkom. Eef, in twee zinnen, wat is Vrijplaats? Hoe ziet het eruit? Vrijplaats is een fysieke plek op de Artevelde Hogeschool, waarbij dat we eigenlijk verbinding willen maken tussen dienstverlening, curriculum en onderzoek. Dat wil concreet zeggen dat we eigenlijk met studenten aan de slag gaan samen met partners in het werkveld en docenten en dat we samen educatief materiaal ontwerpen om de wereld beter te maken. En dat is ook meteen onze relatie met duurzaamheid. En waarom deze Future Forward Talk? Wat gaan we zien? Ja, ik denk dat we hebben de voorbije jaren heel wat geleerd. Hè. Dus het is niet dat dit ontstaan is op één dag tijd, Vrijplaats. Het is een gans proces geweest. Dus ik denk dat we ook anderen willen inspireren. Hoe zijn we te werk gegaan? Hoe is dat gegroeid? Op welke manier gaan we aan de slag met studenten, met dat werkveld, met die maatschappelijke vragen rond die duurzaamheid? Dus ik denk dat we daar ook wel heel wat inspiratie willen meegeven aan dat proces. Concrete handvaten willen meegeven, tips misschien, om in de eigen instelling aan de slag te gaan. Ja, want wat willen jullie met Vrijplaats toevoegen? Waarop biedt Vrijplaats een antwoord? Ik denk dat het een antwoord biedt op hoe dat we met complexe vraagstukken kunnen omgaan. En wat de rol daarbij is binnen hoger onderwijs. Complexe vraagstukken zijn eigenlijk zaken waar meerdere mensen bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Hoe kun je hun bijvoorbeeld de klimaatproblematiek uitleggen? Of hoe kun je met hun daar actiegericht rond gaan nadenken en mogelijkheden bedenken om daar anders mee om te gaan? Dat kun je niet in een lesje van 50 minuten zomaar oplossingen naar voren schuiven. Wij willen ook vooral inzetten op die vaardigheden, zodanig dat de jongeren zelf in staat zijn om de toekomst van morgen te ontwerpen. We gaan in deze Future Forward Talk verschillende studenten, docenten en externen horen die verbonden zijn aan Vrijplaats. Om te beginnen met de studenten. Thomas, wat voor skill moet je hebben om Vrijplaats binnen te gaan? Ja, zoals de naam het zegt, Vrijplaats. Het eerste woordje vrij. We geven heel wat vrijheid aan die studenten om een stukje zelf een weg te zoeken in dat onderzoeksproces. Samen onderzoeken en ontwerpen. Vertrekken vanuit die maatschappelijke vraag die hier ligt, vanuit de samenwerking met externen. Dus ik denk dat we echt wel studenten hebben die een stukje ondernemend zijn, hè, die zelf het heft in handen nemen, die zelf in staat zijn om die route uit te stippelen, kunnen omgaan met dat stukje soms eens falen, dingen die mislukte, dingen gaan bijsturen. Daarnaast werken wij ook samen met interdisciplinaire teams. Hè. We werken echt wel met studenten uit verschillende opleidingen, studenten uit verschillende disciplines binnen de hogeschool en uiteindelijk ook wel in zo'n multidisciplinair team moeten ze kunnen samenwerken. Die co-creatie is belangrijk om tot een bepaald antwoord te komen voor de vraag die er ligt, een bepaald product, een workshop die ze uitwerken samen. Laten we kijken naar het eerste filmpje. Dat is student Sam Strobans en hij vertelt hoe hij te werk is gegaan. Hoe beginnen we dan effectief aan ons project? We worden eigenlijk voorgesteld aan het project dat het geselecteerd wordt door Eef. En dan gaan we zelf samen met docenten een beetje op zoek hoe dat we dat project precies kunnen vormgeven. Wat dat we als invulling daarvoor gaan voorzien. Dan worden er brainstorm sessies georganiseerd. Gaan we samen op zoek naar de ideale manier. Proberen we ook een beetje via design thinking om de juiste methode te vinden. En dan wordt het uitgewerkt. Hè. Verdelen we een beetje de taken, wie doet wat. En proberen we ook een beetje ideeën te stelen bij elkaar. Proberen we af te spreken met andere mensen. Soms experts, soms gewoon docenten of andere studenten uit de opleiding. Om samen met hen eens te kijken wat zij denken van onze ideeën. En of zij nog aanpassingen hebben die ons kunnen vooruit helpen. Eef, op welk project heeft Sam gewerkt? Sam heeft specifiek voor een project van de Krook gewerkt, dat is een bibliotheekagent.
Dat ze een makerlab ook hebben, met de vraag om het makerlab meer toegankelijk te maken naar het onderwijs, de eerste graad van het secundair onderwijs, en gelinkt aan de STEM-richtingen. Wat zij specifiek gedaan hebben, is dan eigenlijk het huis van de toekomst ontworpen. En dat gaat dan ook, dat is ook typisch voor Vrijplaats, over een traject. Dus eerst in de school zelf wordt er nagedacht over van voor welke uitdagingen staan we. Hoe ziet een stad er nu uit? Welke problemen herkennen we daarin? En waar willen we naartoe? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Welke uitdagingen staan we voor? Bijvoorbeeld hitte-eilanden, overstromingen enzovoort. Dan leren ze ook een stuk de technische know-how van hoe kan je bijvoorbeeld iets 3D printen of wat dan ook. En dan gaan eigenlijk die leerlingen gaan ontwerpen. Dan gaan ze naar de bibliotheek, dan gaan ze dat effectief daar maken. Gaan ze ook opzoeken in de bibliotheek. Dat is natuurlijk een paradijs van bronnen. En dan gaan ze eigenlijk uiteindelijk een project, een idee, dat ze, een ontwerp dat ze gemaakt hebben, ook voorstellen aan elkaar. En ze gaan ook in debat over wat is het huis of de stad van de toekomst. Mooi aan dit project is dat ook, Sam heeft het ook zelf al gezegd, dat we daar eigenlijk met interdisciplinaire teams werken. Dus Sam is zelf wetenschappelijke vakken dat hij betrokken was. Maar er zaten ook studenten van project kunstvakken in. En dan bijvoorbeeld ook iemand van grafische digitale media die dan meer over de vorm nadenkt. Dus dat is hetgeen dat hij naar verwijst, van dat we daar elkaar helpen. Ja, want waarom is die kruisbestuiving zo belangrijk? Ja, die is zo belangrijk omdat we anders eigenlijk enkel vanuit die wetenschappen gaan kijken en weer vakgericht gaan educatief materiaal ontwerpen. Maar eigenlijk is het voor de studenten ook heel belangrijk om die verschillende invalshoeken te betrekken, omdat ze daar ook mee leren omgaan. En het is gewoon veel rijker als je een kunstenaar met een wetenschapper samen, die gaat dan meer nadenken over hoe kan je die verbeelding stimuleren, terwijl de wetenschapper dan eerder gaat gaan kijken naar over welke wetenschappelijke feiten gaat het. En dat is eigenlijk een heel mooie samenwerking die echt wel succesvol is binnen Vrijplaats. En dat is ook de kracht van Vrijplaats een stuk. Ja, want was dat misschien ook een gemis? Of is dat een gemis binnen hoger onderwijs, dat wetenschap en kunst te weinig nog met elkaar wordt verbonden? Ja, ik denk dat er wel nood aan was om op die manier, zoals we nu in Vrijplaats aan de slag gaan, om die manier eigenlijk wel te gaan opzoeken. Dat we eigenlijk vanuit verschillende disciplines een stukje gaan nadenken. Ik denk dat wij als docenten, we kennen elkaar al langer. We voelden ook wel daar de complementariteit in projecten om samen te gaan werken vanuit overopleidingen heen of vanuit verschillende expertise of disciplines heen. Maar dat we ook wel merken dat in onderwijs een meerwaarde kon betekenen, in hoger onderwijs. Ik denk dat we in Vrijplaats echt wel daar ook wel dat willen stimuleren om studenten samen te brengen. En dan niet alleen, zoals je hier in het voorbeeld zag, binnen de lerarenopleidingen secundair onderwijs, vanuit verschillende domeinen of vakken gaan kijken, maar ook wel echt over opleidingen heen. We hebben een voorbeeld in een Vrijplaats waar we studenten vanuit lerarenopleidingen secundair onderwijs, kleuteronderwijs, lager onderwijs, pedagogie voor het jonge kind hebben samengebracht. Om dan eigenlijk, want ik denk dat die setting of die samenwerking studenten ook wel uitdaagt om als er een gemeenschappelijke vraag voor ligt, om dat vanuit een eigen standpunt te gaan benaderen, maar door elkaar te gaan inspireren, een stukje te gaan besmetten eigenlijk, of te gaan inspireren met bepaalde inzichten, leidt dat wel tot een mooi resultaat. En ik denk ook wel, het is een setting waar studenten tot nu toe niet gewoon zijn om te gaan samenwerken. Ze kennen elkaar totaal niet, er zijn totaal andere opleidingen. Maar in Vrijplaats, zoals Evo ook het zei, het is een soort ontmoetingsplek die we willen creëren waarbij studenten echt wel met elkaar aan de slag kunnen gaan. En dan voel je ook wel dat ze daar waarde aan hechten, dat ze dat ook wel benoemen als een belangrijk iets van Vrijplaats, om daar ook wel met elkaar in dialoog te gaan. We hebben intervisies waarbij we binnen projecten ook elkaars ideeën een stukje gaan voorleggen en daarover gaan reflecteren. En hoe groot zijn de groepen? Ik denk gemiddeld, denk dat we een vijftal studenten hebben, een vijftal studenten gemiddeld per project of per groep. En Sam heeft het ook over design thinking. Wat houdt dat precies in binnen Vrijplaats? Design thinking is een strategie om eigenlijk te gaan ontwerpen, om te designen. Dat komt eigenlijk uit de productdesign, maar wij gaan eigenlijk educatief materiaal ontwerpen. En we doen dat niet zomaar. Dus we gaan niet zeggen, we hebben hier een probleem. Hoe gaan we daar iets educatiefs voor ontwerpen? En we gaan een spel maken. Dat is een vormoefening. Nee, we gaan altijd eerst gaan ons inleven in de problematiek. We gaan eerst de vraag scherp krijgen. Dan gaan we ons inleven door wat weten we daarover? Welke bronnen bestaan er allemaal over? Dan gaan we daar de belangrijkste elementen uithalen. En dan doen we eigenlijk de verkenning.
En dan gaan we pas gaan kijken van oké, we weten nu wat dat er allemaal in moet. Daar zitten meestal ook de doelen bij. Wat willen we ermee bereiken? En dan pas gaan we gaan kijken, weer op een divergente manier, gaan we verschillende mogelijkheden bedenken om daar met leerlingen mee aan de slag te gaan. Dan gaan we dat prototypen. Dat is meestal verschillende prototypes dat we maken. En Sam zei zelf, we stelen dan van elkaar ook. Hè, en we maken de dingen beter. En dan gaan we die gaan testen. Bij dat testen, we maken een prototype, dus dat wil zeggen dat we ook al weten dat dat niet perfect zal zijn. Maar we willen dat aftoetsen aan de praktijk. En de praktijk, dat zijn leerlingen, maar ook leerkrachten of andere begeleiders. En dan gaan we gaan kijken, wat werkt er niet? En dan gaan we dat beter maken. En dat doen we een aantal keren, om dat dan uiteindelijk op te leveren. Hoe lang is het proces? Dat is heel, heel variabel. Soms gaat dat over meerdere jaren zelf. Hè. Dat is iets over de jaren heen groeit. Maar we proberen wel altijd binnen een jaar zo'n iteraties te doorlopen. Hè. Dus dat de studenten, als ze binnenkomen, dat ze zich eerst kunnen inwerken, inleven, verkennen waar dat het over gaat. En dat ze dan pas iets later dan pas gaan ontwerpen. Dus we gaan vaak op de rem gaan staan. Want we hebben de neiging om rap een antwoord, een product te gaan maken, een methodiek te ontwikkelen. Maar we gaan eerst gaan kijken van waarom doen we dat, waarover gaat het, wat zijn de concepten die eronder zitten. En dan pas gaan we dat gaan ontwerpen. En het mooie ervan is dat we het ook echt in de wereld, in de praktijk, in de klassen, in de buitenschoolse werking gaan uitproberen. En krijgen we direct ook feedback van professionals. Ja, en over die feedback, want jullie hebben ook een interessante en vernieuwende vorm van evaluatie die jullie integreren binnen Vrijplaats. En daarover vertelt student Alexander meer. Hoe wordt geëvalueerd binnen Vrijplaats? Dus eigenlijk, dat was onze keuzestage. En dan krijg je zo'n paar documenten in en je moet die eigenlijk zelf invullen. Met de bedoeling dat je eigenlijk je eigen ook al een beetje inschat. En dan is de bedoeling dat je, ja, eerlijk bent natuurlijk, ten eerste. En dat is wel een interessante oefening, omdat meestal wordt dat voor u gedaan. Maar nu is de bedoeling dat je dat dus zelf doet. Dus dat doet u nadenken eigenlijk over uw proces of uw traject dat je uw proces dat je binnen Vrijplaats hebt doorlopen. Dus dat is, zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zeggen ze. Interessant. En het werkt ook? Ja, het werkt. Het is een mindshift voor studenten. Als je ook zegt van ja, oké, je moet nu naar evaluatie overgaan en je vraagt aan hen van vul het nu eens zelf in. Maar je merkt ook wel, je geeft wel vertrouwen aan die studenten. Uiteindelijk denk ik ook wel, de samenwerking met studenten in Vrijplaats is echt wel ook wel gestoeld op een stukje vertrouwen dat wij studenten geven. We geven ze heel veel ruimte, we vertrouwen hen ook. En dan ook wel in die eindfase van die stage geven we hem ook wel het vertrouwen. Want ik probeer nu eens kritisch naar jezelf te kijken. En ik denk ook wel dat we, ja, eigenlijk zijn we continu met evaluatie bezig doorheen het jaar. Het is niet pas dat eindmoment dan het evaluatiemoment is. Ik denk dat wij doorheen het jaar continu feedback geven aan studenten. Zoals ik al zei, ze zitten in interdisciplinaire teams met studenten die ze niet kennen. Je hebt die intervisies waarin ze eigenlijk ook wel soms kritisch worden beoordeeld op wat ze hebben gemaakt, een idee die ze hebben voorgelegd. Dus ik denk dat ze daar wel heel wat uit halen om uiteindelijk die evaluatie zelf te gaan invullen. En voor ons is dat ook wel een stukje synthese van dat proces. Dat ze dat op papier zetten en dan met ons pas in gesprek gaan erover van kijk goed, hoe kijken wij daarnaar? Want misschien kan het zijn dat we daar ergens op een bepaalde vlak een klein beetje verschillen van mening, maar denk ik, over het algemeen zit dat wel goed, denk ik wel. Als studenten wel op die manier ook wel in staat zijn om kritisch naar zichzelf te gaan kijken en waar het zit te gaan invullen. Eve, jij wil nog iets toevoegen aan hoe jullie evalueren binnen Vrijplaats? Die evaluatie, dat is nu één voorbeeldje, hè, dat we gewoon werken met die zelfevaluatie. Maar dat heeft toch ook wel al een grote impact. Hè. En eigenlijk zien we dat niet als een... Vaak zien de studenten als een beoordeling, zo'n evaluatie. En te weinig als een leermoment. En we merken nu wel dat eigenlijk wel frappant is, hoe dat die kleine verandering zorgt dat een optimaal leermoment is. Dat studenten zichzelf ook leren inschatten en ook begrijpen dat dat zinvol is. Hè. En welke competenties, als je dan kijkt naar wat ze leren in Vrijplaats, krijgen ze dan die ze in regulier onderwijs niet krijgen? Ja, ik denk dat we vooral die 21ste eerste vaardigheden wel centraal staan. Een stukje dat samenwerken, die communicatievaardigheden. Maar ook wel zeker dat kritisch denken. Ik denk, zoals Yves ook al zei, we vertrekken eigenlijk wel vanuit maatschappelijke uitdagingen die vrij complex zijn. Die vragen ook wel dat je moet gaan systeemdenken. Hè, dat je bepaalde zaken met
standpunten moet gaan benaderen, gaan bekijken. En ik denk dat dat soms moeilijker is in het reguliere onderwijs, dat dat binnen vrije plaats, of, dat is inherent verbonden aan vrije plaats, dus zeker belangrijk. En denk een laatste element, de creativiteit, die ook wel belangrijk is. Het gaat dan soms wel over het ontwerpen van oplossingen of producten of tools die toekomstgericht zijn, dus daar ook wel die creativiteit nodig hebben. Waarbij dan ook weer die interdisciplinariteit belangrijk is om van elkaar te leren, elkaars ideeën te versterken of te verbeteren. Ja, ik denk daarbij aanvullend ook wat dat uniek is binnen Vrijplaats, dat we ook wel de ruimte geven voor experiment. Het is ook nodig in ons aanpak dat het uitgetest wordt, hetgeen dat we als prototype hebben ontwikkeld. En dat geven veel studenten ook aan als unieke leerervaring. En dat dat een veilige omgeving is, dat ze eigenlijk al bijna vooraf weten van het zal niet perfect zijn, maar dat is oké. En dan kunnen we daar samen aan kijken hoe dat we het beter kunnen maken. Dus dat zijn eigenlijk die ontwerpvaardigheden die misschien, naar mijn gevoel, in de algemene lerarenopleiding soms te weinig langdurig aan bod komen. En dat ze eigenlijk in kunnen groeien en hun eigen talenten aan kunnen koppelen. En dat is wel mooi om dan te zien in de toekomst, zijn zij de leerkrachten van morgen, dat zij ook wel in staat zijn om zelf educatie te ontwerpen. Dat leren ze eigenlijk ook een stuk. En het omgaan met verschillende partners leren ze eigenlijk ook. Hè, want het zijn altijd verschillende invalshoeken van verschillende vakgebieden, van met experten te onderhandelen en zo. En eigenlijk zit dat er wel in een lerarenopleiding, maar is er misschien wel te weinig oefentijd om daar echt wel eigenaar van te worden van die vaardigheden. En dat biedt Vrijplaats dus wel. Nou, we gaan even kijken naar een aantal studenten, hoe zij Vrijplaats hebben ervaren. Filmpjes van Saartje Rietveld, Branko de Kok en Alexander van Geutem. De stage binnen Vrijplaats is zinvol geweest, ook voor mij. Omdat je echt wel de kans krijgt om zelf te gaan experimenteren, om zelf dingen uit te testen. Je kan eigenlijk heel moeilijk fouten maken binnen Vrijplaats. Je krijgt enorm veel vrijheid om ook eigen projecten en zo uit te testen. En ik denk, ja, zeker dat elke mening welkom is binnen de visie van Vrijplaats en binnen de verschillende projecten. Waarom dat Vrijplaats uniek is, is heel gemakkelijk te geven. Waarom? Je mag gewoon jezelf zijn. Je mag doen eigenlijk wat je wil. En je hebt ook heel veel inbreng in je eigen idee. Als ik het mag vergelijken met andere stages, waarvan ik gehoord heb van medestudenten, zijn die vooral heel afgebakend, heel sumier in sommige gevallen. Dat heb je niet bij Vrijplaats. Je klopt wel je minimum aantal uren, maar je moet er ook niet van verschieten dat je daar ver over zit. Die uren klop je gewoon omdat je die zelf ook wil. Het voelt niet echt als een verplichting om daar heel veel voor te werken, maar je bent ook gewoon heel tevreden als je een heel deftig eindresultaat hebt. Dus wat maakt Vrijplaats zinvol als stage, is de vraag. En bij mij was dat zeer zinvol, omdat dat zeer concreet was voor mij. Dus al die workshops die we gemaakt hebben rond klimaatonrechtvaardigheid, die hebben we uitgetest op secundaire scholen. Dus dat is al mijn doelgroep. Dus ik kan die informatie op die workshops volgend jaar, als ik in het werkveld sta, toepassen, direct. Dus dat is heel concreet en zeer bruikbaar. Hè. En je leert ook... Omdat je doet wel stages, dus ook die klassieke afstudeerstages, maar het is leuk om die workshops te doen, omdat dat niet een klassieke didactische vorm is. Het is zo'n workshop maken, dus dat is ook interessant om een keer uit te testen hoe dat werkt met de doelgroep waar dat er later mee gaat moeten werken. Het sluit eigenlijk geheel aan bij wat jullie net vertelden. Kan je er eigenlijk ook in afstuderen? Denk tot vorig jaar niet, maar ik denk dat we nu wel ook wel gezien hebben dat er heel wat competenties wordt gewerkt, heel wat doelen die kunnen getoetst worden in een afstudeerstage. En naar volgend jaar toe hebben we wel een mogelijkheid. En ik denk dat we al een aantal kandidaten hebben, die studenten die inderdaad afstudeerstage binnen Vrijplaats gaan opnemen. En ik vond het ook wel leuk om te horen, de laatste student, dat zit niet in dit filmpje, maar hij vertelde het wel, dat hij het leuk vond om met kinderen te werken. Graag, dat leerde hij in Vrijplaats, dat hij graag in groepen werkt. Eerst zelf uw ding te doen en daarna feedback te vragen. En hij kwam ook in aanmerking met een 3D-printer. Kortom, voor hem was er veel vernieuwing. Is Vrijplaats ook vernieuwend voor docenten? Ja, absoluut. Ik denk zeker welke en vast. Manier? Ik denk voor ons is het een stukje
de stretch die we zelf ervaren. Ik denk dat we in die zin, we gaan onszelf ook heel kwetsbaar opstellen. Ik denk dat we willen niet boven die studenten staan. We willen echt wel, als we spreken over teams waarin we samenwerken, zijn wij daar ook een deeltje van. En Eve gaf het soms ook aan. Soms zijn er studenten die trekkers zijn waar wij onder staan, bij wijze van spreken, of waar wij eigenlijk in meedraaien. Dus we gaan ons ook kwetsbaar opstellen. Dat is ook wel iets nieuws. Hè? Dat je wordt op vaak gelijke hoogte. Op gelijke hoogte. Maar ook echt het gaan uittesten in de praktijk. Hè? Het gevoel geven aan de student, we gaan het hier samen doen. Het is niet die student die iets met die kinderen gaat gaan uittesten, maar wij gaan mee observeren, wij gaan mee coachen, we gaan mee begeleiden. Hè? We gaan niet overnemen, hè? Dus niet het gevoel geven aan de student van oei, ik ga het nu overnemen, maar echt wel meedenken, mee reflecteren van ja, oké, okay, dit liep niet zo goed, misschien dat doen of dat doen, heb jij een idee, dus echt wel in gesprek gaan. En ja, dat is wel vernieuwend, denk ik, best wel vernieuwend voor docenten om die manier te werk te gaan. Ja. Ja, want jij werkt als begeleider binnen Vrije Plaats. Hoe ging je erin? Ja, ik denk voor mij was het wel, het heeft me zeker wel een bepaalde drive gegeven om enerzijds, zoals ik al zei, ik ben onderzoeksmatig, zijn we al lange tijd verbonden hè, rond bepaalde onderzoekstopics. Zijn we al heel lang verbonden, doen we samen onderzoek, of met toch heel wat collega's binnen Vrije Plaats. Maar op die manier eigenlijk ook wel die studenten mee te krijgen aan dat verhaal. En studenten deel te laten maken van dat grote geheel, om ook ze dingen te laten, een bepaalde verantwoordelijkheid te geven, dingen te laten uittesten, hun inbreng ook te gaan valoriseren, te gaan ook appreciëren wat ze maken, is wel belangrijk, denk ik. Ze gaan ook bepaalde invalshoeken binnenbrengen waar ik zelf niet aan dacht. Heb je een voorbeeld? Ja, ik denk alleen in die zin, als het dan gaat over studenten die, we hadden nu recent ook in een project rond outdoor learning, waarbij studenten vanuit lichamelijke opvoeding een stukje die achtergrond hadden, die expertise, ik heb die achtergrond niet, dan meer vanuit bewegingsspel dingen gingen aanbrengen. Op die manier eigenlijk ook wel merkte van dat spreekt die jongen heel sterk aan en op die manier kan je ook wel bepaalde inhouden rond natuur aanbrengen. Dat waren zaken waar ik minder expertise rond had en dan merk je wel van, ah goed, dat spreekt aan, dat zijn methodieken die zij in de vingers hebben, de aanpak die zij in de vingers hebben, die nu voor mij ook wel inspirerend waren. Ik denk dat we binnen Vrije Plaats, en dat we daar nog een beetje naar moeten wennen, maar eigenlijk zeer ambitieus zijn. En dat we dat ook een ernstige oefening is, op meerdere niveaus. Dus we hebben het al een stuk gehad over wat leert een student. Student, leerkracht als ontwerper, leert ook met verschillende mensen samenwerken, leert ook eigenaar zijn, leert met dat experimenteren omgaan. Maar ik denk ook voor docenten zijn wij zoekende en zijn wij eigenlijk ook wel aan het nadenken over wat is een lerarenopleiding en hoe kunnen we als docent daarbinnen een rol spelen. En daar zitten ook meerdere zaken onder, zowel individueel. Hè. De mensen die in Vrije Plaats werken, hebben ook wel, de docenten hebben ook een specifiek profiel dat best complex is. Die zijn allemaal betrokken bij onderzoek, die zijn allemaal betrokken bij een topic waarin dat ze gespecialiseerd zijn. Het zijn de wetenschappen, zijn de kunst, zijn de talen of zingeving enzovoort. En dat vergt ook wel een open houding en ook daar die co-creatie is ook wel best nieuw. Daarnaast gaan we ook, omdat we allemaal bij onderzoek betrokken zijn, ook die onderzoek meteen gaan vertalen in concrete projecten met studenten. Dus die in plaats van een theoretische uiteenzetting te geven of een PowerPoint-presentatie van dit zegt dit onderzoek, en dat gaat dan meestal over didactiek, hè, praktijkonderzoek, kunnen we dat meteen gaan uitproberen. Dus dat zorgt ook weer voor het doen landen van conceptuele kennis en van didactiek die ontwikkeld is, rond bijvoorbeeld educatie duurzaam ontwikkeling, die eigenlijk best complex is en best ambitieus is, gaan we daar eigenlijk met studenten mee aan de slag en maken we eigenlijk concreet materiaal. En daarnaast zijn wij ook als cel binnen een lerarenopleiding, binnen een instelling, ook best nieuw en is dat ook wel zoeken naar middelen en manieren om te communiceren. Maar ik denk dat wij voor onszelf kunnen zeggen dat het voor ons ook een vrijplaats is, omdat we daar die focus op onderzoek, focus op onze diversiteit, kunnen echt inzetten. Wij doen bijvoorbeeld intervisies ook met het team. We zijn met een zestal collega's, dus we zijn ook niet te groot. Maar we doen wel intervisies en je merkt, dat is altijd in een uur dat we dat proberen doen, en je merkt dat dat eigenlijk wel bomvol zit en dat eigenlijk spat van de energie, omdat iedereen zoveel wil delen en leren van elkaar, zorgt dat wel voor iets vernieuwend, ook voor ons als docent, om te gaan kijken van waar staan we echt zelf achter en hoe gaan we met die onzekerheid om en waar willen we naartoe gaan. En dat is wel mooi om te zien. Ja.
En samenvattend, Thomas, als je de welke skills zou een docent moeten hebben als denkt, oh ja, vrijplaats, is dat wat voor mij? Ja, wat zou je dan zeggen? Ja, ik denk ook wel de kritische houding, maar ook die open houding een stukje. Het feit ook van, ja, dat je kan bijleren. Want ja, zoals even ook geschetst, we hebben geen afgebakken draaiboek hoe dat we aan de slag gaan in een vrije plaats. Uiteindelijk ook wat wij doen, hoe dat wij studenten coachen, begeleiden, hoe dat we die projecten doen, vraagt ook wel een open houding voor ons om te gaan bijsturen, te gaan reflecteren op die houding. En dat maakt net de kracht. Ik denk dat we ook wel samen leren als het gaat over het leren. Dat gaat niet alleen over het leren van leerlingen of van studenten, maar dat gaat ook leren van onszelf. Op welke manier we bepaalde dingen kunnen maken, dingen kunnen realiseren in de praktijk. Dus dat vraagt echt wel die houding ook wel, om daar heel open naar te kijken, heel kritisch denken over met wat je bezig bent. Dus soms afstappen van bepaalde ideeën, dat je denkt van ik heb het hier nu gemaakt en dat is het concept, dat is het beste concept. Maar ja, uiteindelijk, doordat we samenwerken met studenten die ook de leerkrachten van de toekomst worden, die in de toekomst leerkrachten worden, die eigenlijk met die zaken aan de slag moeten gaan, is dat wel een goede toetssteen om ook wel te merken van hoe praktijkgericht is, of hoe bruikbaar is iets, zoiets, of hoe begrijpbaar is het voor studenten. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is, dat je die houding een stukje hebt, dat je ook wel open staat voor die feedback en dingen kunt bijsturen. Ik zal misschien een concreet voorbeeldje geven. Het gaat ook over pedagogie. Het gaat niet alleen over methodieken en didactiek. Het gaat ook over hoe sta je voor een klas en hoe heb je interactie met bepaalde doelgroepen. Zo hebben wij een project waarbij dat we met jongeren tussen 10 en 12 jaar in naschoolse activiteiten stemworkshops geven. En dat is voor jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Dat is niet echt een gemakkelijke doelgroep. Daar zit er vaak ook wel, de taligheid is niet altijd gemakkelijk of er is wel wat zorg nodig. Wat dat wij doen met Vrijplaats is zoveel mogelijk zelf als docent samen met de studenten ook begeleider zijn in die workshops. En dat is eigenlijk al, dat lijkt iets kleins, maar dat is eigenlijk gebeurt dat niet zoveel. Vaak gaan wij als docent op stagebezoek, maar daar tonen we onze eigen kwetsbaarheid. En daar was een jongetje en die had het eigenlijk heel moeilijk. En ik merkte dat ik zelf een beetje begon te zeggen van, zijn u braaf, zijn u stil. Maar uiteindelijk heb ik die ook op mijn schoot genomen en heb ik die gewoon eventjes vastgehouden en werd die heel rustig. Ik vond dat zelf eigenlijk, ik wist ook niet goed, mag dat niet. En ik ben daar dan samen over gepraat als collega's, van wat de functie daarvan kan zijn. En dat is wel interessant om te zien dat ik niet als docent moet zeggen van ja, dat is op de grens of wat dan ook. Mag dat wel? Is dat goed? Ik weet dat ook niet. We kunnen ons daar verder over informeren. Dus eigenlijk al die vraagtekens die in de praktijk, hoe dan ook aan bod komen, leggen we daarmee voorzichtig op tafel en zien de andere studenten ook. Als docent weet je het ook niet allemaal. En ik denk dat dat ook wel echt krachtig is. Dus aanvullend op dat profiel is ook wel dat je een openheid moet hebben om zelf ook te gaan experimenteren in die praktijk. Laten we even gaan kijken naar de ervaringen van docenten. Van Valérie. Valérie Lehoek, zij is de collega van jou, aan Artsvelde Hogeschool. En Cédric Ricard van Sint Paulus Kortrijk. Even kan je kort toelichten hoe zij zijn verbonden aan Vrijplaats op dit moment? Ja, Valérie is eigenlijk ook, we noemen dat voorlopig coach of begeleider, wat zijn de naam? Dat moeten we nog een beetje uitzoeken. Maar Valérie trekt het project rond klimaatonrechtvaardigheid, waar de Alexander ook bij betrokken was. En zij ontwikkelt educatief materiaal in samenwerking met 11-11-11. Om in de derde graad secundair onderwijs thema's als klimaatmigratie en genderongelijkheid, de gevolgen van klimaatverandering, bespreekbaar te maken in een traject. En zij heeft ook die groep begeleid en zal denk ik daar iets over vertellen. En Cédric is betrokken als een partner eigenlijk. Die werkt op Sint Paulus in Kortrijk, lager onderwijs. En die is daar ook leerkracht. Cédric is ook iemand die heel veel projecten doet binnen die school. Ze hebben ook een speelplaats compleet klimaatvriendelijk gemaakt. Dus volledig vergroend, om het eenvoudig te zeggen. En wij werken al een paar jaar samen rond hoe kunnen we het team, de leerkrachten op school, meer leren die speelplaats zien, niet als speelplaats, maar als krachtige leeromgeving. Ja, Vrijplaats is in de eerste plaats voor mij een plaats waarin dat je jezelf kan zijn en waar dat er vooral ruimte is om te experimenteren. Dus die openheid is heel belangrijk voor mij.
studenten hebben mij bijvoorbeeld dit jaar erop gewezen dat er te weinig structuur is en dat ze soms inderdaad niet goed weten waar dat ze naartoe moeten. Dus soms een beetje een kar die aan het rijden is, maar die nog niet bestuurd wordt. Dat geeft mij ook belangrijke inzichten om dan te weten in de toekomst waar dat ik moet aan werken en hoe dat we het in vervolg kunnen aanpakken. Maar ook voor studenten is dat heel belangrijk. Hè? Soms beseffen ze nog niet welke talenten dat ze hebben op het moment dat ze binnenkomen of voelen ze zich erg onzeker. Ik had bijvoorbeeld een student dit jaar die het heel moeilijk vond, heel lastig vond om alleen workshops te begeleiden. Die voelde zich heel onzeker. Maar eigenlijk kreeg ik op dat moment zelf het inzicht, ik heb dat dan ook meegegeven aan de student, van eigenlijk is dat heel waardevol voor ons. Want als we materialen ontwikkelen, dan willen we alle leerkrachten meekrijgen. En sommige van die leerkrachten zijn ook onzeker. Dus is het heel belangrijk voor ons om nu te weten van, wat heb jij dan nodig om eigenlijk wel die zekerheid te hebben of die steun te hebben om een workshop te kunnen geven alleen. En dat is dan ook wat dat de leerkrachten nodig hebben. Dus dat moeten we meenemen in het ontwikkelwerk. Dus op die manier zie je dat eigenlijk die kwetsbaarheid van studenten, dat dat ook wel belangrijk kan ingezet worden of dat dat ook belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van zo'n pakket. Voor mij is Vrijplaats een plek waar we vanuit een soort onbevangenheid projecten aanpakken en waar wij als vraagsteller aan Vrijplaats de kans krijgen om vanuit gelijk welke invalshoek projecten uit te werken. En dat zorgt ervoor dat er telkens weer heel creatief, heel participatief nieuwe materialen ontstaan die echt geënt zijn op de realiteit en op experiment. En dat zorgt voor heel sterk materiaal. De impact die wij zien op ons schoolteam is eigenlijk heel sterk. We zien een variatie aan leerkrachten die telkens weer in die samenwerking stappen. Maar gelang de planlast die zij zelf ervaren, geven zij aan van voor dat project wil ik graag een weekje ondersteuning of ik wil daar rond dieper werken om een project binnen het curriculum verder aan te pakken. En we zien dat heel de tijd wisselt, dat er eigenlijk ook een heel rijke samenwerking ontstaat tussen die studenten, docenten en leerkrachten. En het zorgt ervoor dat we eigenlijk jaar na jaar opnieuw leerkrachten hebben die met goesting in dat project stappen. Dus wij zien dat ons team open staat voor navorming, voor nascholing, maar dat ze dat eigenlijk vanuit de concrete schoolcontext doen en dat maakt het heel sterk. Die openheid komt ook vooral terug bij de docenten, zoals ze horen. En even zoals jij al hebt benadrukt, er worden samenwerkingen aangegaan met partners van buitenaf. Hoe werkt dat? Wie melden zich aan? Misschien eerst zeggen dat dat ook wel de kracht is van Vrijplaats, dat we met partners werken. En ook voor de studenten, dat ze zien dat ze iets ontwerpen dat ook echt wel gebruikt wordt en waar daar echt een nood voor is. Dus ik denk dat dat ook wel maakt dat ook de kracht van Vrijplaats is. En dat ze daarin kunnen meewerken. Nu, hoe verzamelen we dat? Dat is eigenlijk een stuk vanuit onderzoek, vanuit ons rol als docent, vanuit netwerking, dat er contacten worden gelegd. En dat we eigenlijk samen met partners op zoek gaan, dat is meestal in een gesprek naar ofwel komt er een vraag naar ons van we hebben een probleem of we hebben een nood. En dan gaan we daarover in gesprek gaan, gaan we kijken wat is het probleem achter het probleem. Want vaak is de vraag, we willen bijvoorbeeld een educatief pakket rond klimaatrechtvaardigheid en zouden wij iets kunnen gaan ontwikkelen. Maar dan zeggen wij van ja, als we dat dan volgens bepaalde principes willen doen, bijvoorbeeld dat we omgaan met verschillende meningen, dat we gaan systeemdenken daar rond, dat we actiegerichtheid eraan gaan koppelen. Dus we hebben ook wel een sterke visie op geïntegreerd leren, op educatie, duurzame ontwikkeling is het in dit geval. Dan gaan we eigenlijk samen gaan verkennen van oké, waar willen we naartoe? En dan spreken we af dat we eigenlijk daar een middelen voor zoeken samen of een traject uitstippelen. Maar ik denk dat die samenwerking ook wel een stukje groeit. Hè. Denk, we hebben nu een samenwerking met Ducano, een organisatie in Gent, die zwerfvuil of drijfvuil verzamelen. En daar is vorig jaar zijn eerste gesprekken hebben plaatsgevonden om een stukje die samenwerking te gaan afbakenen. Maar je voelt nu al, we hadden nu een tweede gesprek recent gehad, naar volgend schooljaar toe. Dan merk je, er worden linken gelegd met andere organisaties, met scholen. Dus dat groeit ook wel. Hè. Uiteindelijk, die organisatie merkt ook wel de meerwaarde, die voelt ook wel de meerwaarde, want die hebben een specifieke nood. In dit geval Ducano. Ze zeggen van ja, het educatieve er rond, daar zijn we minder sterk in en we zoeken wel een partner die dat een stukje kan gaan uitwerken. Ze zien de meerwaarde daarin en dan is dat
als een balletje aan het rollen gaat. En dan merk je van dat er op andere, dat er andere sporen verkend worden en dat zo'n project, zo'n samenwerking ook wel kan groeien. En dat kan initieel starten vanuit een soort samenwerking van een jaar. Maar voordat je het weet, ben je een aantal jaren met zo'n organisatie of met zo'n partner aan de slag. Misschien is Docano echt wel een goed voorbeeld, want eigenlijk zeiden zij, wat doet Docano? Ze hebben kajaks, ze gaan op het water, scholen en jongeren komen daartoe en ze gaan drijfvuil oprapen. De missie van Docano is dat er geen drijfvuil meer naar de zee komt. Een heel mooie missie. Maar zij, na een paar jaar werken merken ze dat dat niet vermindert. Ze zitten in de dokken in Gent en ze zien dat er nog altijd evenveel plastic in het water terechtkomt. En zij komen naar ons met de vraag van, we willen dat dat minder wordt. Hè? En we willen mensen sensibiliseren. Hè? Dat is heel mooi. Ja, we zouden posters kunnen maken, bij wijze van spreken. Stop met uw plastic wegsmijten. Hè? Maar wij weten ook uit onderzoek dat dat niet werkt. En wij willen, hè, nogmaals die vaardigheden van systeemdenken in debat gaan en actiegerichtheid centraal stellen. Dus dan zijn we daarover beginnen praten. En wat wij nu gaan doen is bijvoorbeeld met een viertal scholen, pilootscholen, materiaal ontwerpen met studenten die dat daar ook gaan geven, samen met leerkrachten op die scholen. En in dat traject gaan die scholen bijvoorbeeld nog steeds met die kajaks drijfvuil oprapen, maar gaan ze dat bijvoorbeeld voorbereiden in de school van wat is plastic, wat is drijfvuil, van waar komt dat, wat kunnen we daarmee doen, is dat onze taak om daar iets mee te doen, wiens verantwoordelijkheid is dat, om dat te gaan kijken wat zouden we kunnen doen in de omgeving van de school. Kunnen we preventief plastic gaan verminderen in ons boterhamdoos, in de dingen die we kopen. Dus dan wordt dat eigenlijk ineens een groter project, waarbij dat we meer op die vaardigheden inzetten van kritisch denken, systeemdenken enzovoort. Dat is eigenlijk een mooi voorbeeld om te illustreren hoe dat we van de initiële vraag van we willen eigenlijk gedragsverandering, geen plastic meer in het water, dat we toch wel naar die vraag van educatie komen en die complexiteit die daaronder ligt en dat we dan een traject gaan samen uitstippelen. En hoe lang heeft dit traject geduurd? Er was nu een voorverkenning dat we gedaan hebben. Wat hebben we daar nu al gedaan? Bij Docano is met studenten ook gewoon het verhaal van plastic gaan, bronnen gaan lezen, het systeem van plastic, van waar komt dat? Wat zijn de grondstoffen die daarin zitten? Waarom is dat een probleem? Microplastics, verbranding, gebruik van energie om dat te produceren enzovoort. Dat is allemaal nu al in kaart gebracht. En volgend jaar met de volgende studenten die er zijn, gaan we daar ook weer iets verder in, om dat eigenlijk ook al meteen te visualiseren. We willen altijd graag alles visualiseren, omdat dat ook meteen didactisch materiaal is dat we dan met scholen mee aan de slag kunnen. En dan pas gaan we het traject gaan ontwerpen. Wat gaan we nu met die scholen doen? Dus per schooljaar stapt er eigenlijk ook een andere groep bij in? Ja. En dat maakt het ook wel spannend, omdat de studenten moeten hetgeen dat ze ontwerpen, ook ontwerpen voor de nieuwe studenten. Dus dat maakt het ook wel dat er een duidelijk product moet zijn. En vaak is dat een tussenfase in het project. Hè. Dus in dit geval, van wat is het verhaal van plastic? Je kunt je daar 1000 bronnen in steken en wetenschappelijke artikels, maar dan gaan die nieuwe studenten zich weer helemaal moeten inwerken. Dus we proberen op die manier eigenlijk iteratief die zaken mooi te maken en leesbaar te maken. En wat verwachten jullie van partners? Welke houding? Ja. Van partners verwachten, proberen we altijd zoveel mogelijk te doen. Dat is wel ook heel belangrijk binnen Vrijplaats, dat die co-creëren. Hè. Dus enerzijds is de partner degene met de initiële vraag. Dus die wil ook iets. En we hebben ook al geleerd dat als je die er direct bij betrekt, dat die ook wel het traject mee doorloopt, ook input geeft, maar ook zelf daarin groeit om meer die educatie te begrijpen. En het mooie daarvan is dat we die eigenlijk in co-creatie betrekken en dat die een volwaardige partner is. Hè. En dat we daar eigenlijk allemaal ook weer opnieuw nog meer vanuit verschillende invalshoeken kunnen leren. En ondertussen zou je kunnen zeggen dat die partner ook wel een denkproces mee doorloopt en daar ook in groeit. En dat dat ook zelf een vorm van professionalisering is met leerkrachten. Door die vragen mee te gaan onderzoeken, word je eigenlijk zelf meer professional om met de vragen in de toekomst daar op een andere manier mee om te gaan. En ik denk dat is een belangrijke houding, denk ik, want dat bepaalt ook wel voor ons. Dat is ook wel een soort toetssteen voor ons om te gaan bepalen met wie gaan we in zee, met wie gaan we niet in zee. Want we krijgen heel wat vragen van organisaties of van scholen die zeggen van kijk goed, kom eens een workshop bij ons geven rond een bepaald thema, rond duurzaamheid of rond stem. Maar voor ons is dat geen meerwaarde als er daar geen traject aan gekoppeld is. Als we ook wel merken, als we daar gewoon, we noemen dat hit and run, we doen daar iets heel kort, we zijn weer weg. Als we ook niet echt samen met die partner kunnen evalueren, wat betekent dat nu voor jullie, wat we hier gedaan hebben, en daar echt ook wel samen een stukje aan werken,
heeft dat voor ons minder meerwaarde. En dat zijn ook wel bepaalde zaken. Ik denk, die vragen die we krijgen, daar zijn we minder geneigd om op in te gaan. Omdat we ook wel daar de langdurigheid van zo'n traject minder zien. Of de openheid om te gaan co-creëren. Hè. Want dan vragen we ook wel een stukje van de partner om zich kwetsbaar op te stellen en te gaan meedenken, te gaan reflecteren en dingen te gaan implementeren in de eigen werking. En dat zijn echt wel de profielen van partners die we een stukje zoeken. Kortom, een streng selectiecriteria. Wat belangrijk. Ja, die ontwerpskills die wij centraal stellen bij de studenten, stellen ook centraal bij de collega's, maar ook bij de partners. Ja. En zo zijn we allemaal eigen ontwerpers. En dat vergt ook wel dat je zegt dat je niet weet wat het antwoord is en dat je daar samen naar gaat gaan zoeken. Laten we even luisteren naar Emma Verschragen. Ze werkt voor het STAM als educatief medewerker. En zij zijn al een hele tijd aan het nadenken over een transitie binnen hun educatiewerking. Onze samenwerking die is in het begin vrij chaotisch gestart. Wij hadden moeite om het te vatten van oké, waar gaan we nu naartoe? Het was een beetje het ging alle kanten uit. Maar we hebben dan ook wel door het proces nu samen gezien dat ook wel een beetje het concept is van dat design thinking. En dat de schoonheid ook wel zit in die chaos en in die verschillende visies bij elkaar brengen en die verschillende meningen horen en die verschillende tests vooral doen. Dat was wel wat we nu dit jaar hebben gedaan, een context gecreëerd waar we veel hebben kunnen testen. En uiteindelijk zullen we vanuit Vrijplaats een aantal ontwerpprincipes meekrijgen die gestoeld zijn op die tests en op onze samenwerking nu, waar we volgend jaar weer verder aan de slag mee kunnen gaan om onze educatieve werking daar dan wat meer in te verankeren in die ontwerpprincipes. Wat ik er fijn aan vond aan de samenwerking is dat we eigenlijk met heel veel verschillende mensen in contact zijn gekomen waar dat we oorspronkelijk zelf niet over zouden nadenken. En dat triggert ons ook wel in onze volgende contacten die we leggen om het een keer uit onze eigen context te gaan zoeken. Maar we hebben bijvoorbeeld samengewerkt met een studentenpedagogie van het jonge kind of een leerkracht in opleiding van die fysica studeert. Dus iets totaal anders, iets waar wij zelf niet per se de link mee maken in een museumcontext. Dus dat was eigenlijk wel fijn om zo nieuwe blikken te krijgen op onze eigen educatieve werking. En die waren ook allemaal heel gedreven en heel enthousiast om samen met ons na te denken. Dus dat was absoluut wel een meerwaarde. En wat ik denk dat voor ons een heel belangrijke pinpoint is geweest om voor ons ook een verandering in ons denken te hebben, is dat we geleerd hebben dat in een context zoals educatie of kunsteducatie of museumeducatie niet alles niet alles hoeft perfect te zijn. Iets dat perfect functioneel is en waar nog aan getweekt kan worden en waar dat we nog kunnen aan veranderen, dat is ook al dik oké. Dus we hebben een beetje geprobeerd om ons perfectionistisch kantje los te laten en er iets ruimer voor in de plaats te krijgen waar er nog aan gewerkt kan worden. En dat gaan we nu ook in de toekomst doen. Een verandering in denken. Hoe kijk je naar dit filmpje, Eve? Ja, ik wil misschien eerst ook wel vooral benadrukken dat wij ook daarin aan het groeien zijn en dat het altijd wel zoeken is. Maar eigenlijk was dat een zeer interessante samenwerking, omdat de vraag is, wij willen een nieuwe educatieve visie. Ja, je kent een museum met erfgoed, met heel veel informatie. En vaak ben je daar als toeschouwer, krijg je heel veel informatie, je kunt dingen horen, je kunt dingen lezen. Hè. Maar je merkt ook dat dat niet voor iedereen toegankelijk is. Hè. Dat bijvoorbeeld jongeren gaan daar niet altijd zo heel graag naartoe gaan. Hè, omdat dat heel saai is, om het maar zo te zeggen, of te veel geschiedenis of wat dan ook. Hun vraag is, we willen een breder publiek bereiken en we willen ook de verhalen van de stad hier binnenbrengen. Dus dat was eigenlijk wel een vraag die interessant is, die complex is. Maar voordat wij daar zomaar iets voor gaan ontwikkelen, gaan we eerst gaan kijken van wat leeft er hier eigenlijk allemaal? Wat is de cultuur in dat museum van dingen ontwikkelen? En dat was eigenlijk die rommelige fase, want we zijn dan zowel naar publiekswerking gaan kijken, we hebben interviews gedaan, we zijn hitsen gaan volgen. En dat was van, ja, maar waar ga je nu naartoe? Mm-hmm. En dan hebben we ook enkele leeractiviteiten geprototyped in een bouwhoek bijvoorbeeld, dat we met los einde materiaal zoals karton en takken steden gaan bouwen zijn, of met krantenpapier jurken gaan namaken zijn van die op schilderijen te zien waren. En dat was oké, dat is leuk, maar wat willen we hier nu uit leren? Maar dat is eigenlijk allemaal nog maar in die verkenning om te kijken van wie is de doelgroep, dat zijn de jongeren bijvoorbeeld, wie is er allemaal bij betrokken, de publiekswerker, de hits enzovoort. En nu zijn we eigenlijk gekomen tot die ontwerpprincipes waar Emma over praat.
waar dat we naartoe willen. En dat is ook gekoppeld aan de visie. Dus de visie van het museum is ook geanalyseerd geweest. We hebben naar andere instellingen gaan kijken, of musea, hoe dat zij vernieuwend willen werken. En daar hebben we nu een consensus over die ontwerpprincipes, zoals dat er meer moet verbeeld worden, dat er actievere waarneming moet zijn als je in het museum komt, dat er meer uitwisseling moet zijn. Dat zijn er nu maar enkele om te noemen. En die gaan we nu nog aanschouwelijk maken en opleveren, om daar na de vakantie weer met nieuwe studenten mee aan de slag te gaan. En dat koppelen we dan ook aan de vakgroepproject Kunstvakken, die daar dan ook in hun didactiek, dus buiten vrijplaats, mee aan de slag gaat om dat te gaan uittesten. En dat is wel interessant. Om het weer naar een niveau hoger te trekken. Maar de eerste fase is natuurlijk altijd wat chaotisch of rommelig, kan je dat zeggen, toch? Want ja, dat is wel, het zoeken dan naar ideeën, dat kost tijd. Dat kost tijd en dat is ook een beetje zoeken naar hoe moeten we dat communiceren. Hè? Want vaak is er geen tijd of zijn er geen middelen, maar eigenlijk is die verkenningsfase ook wel soms de moeite om grondig te doen. Want wat je ziet, is dat er vaak heel lineair wordt zaken ontwikkeld. Hè? We hebben hier een nieuw museumstuk, we willen daarover communiceren. Hoe deden we dat vroeger? Oké, dat is de informatie die erin moet. En we gaan dat direct mooi maken, dat is hetgeen dat Emma ook mooi zei. Terwijl wij zeggen van, misschien moet je dat gewoon eventjes op een blaadje uittypen, daarop hangen en kijken en aan een paar mensen vragen van, hoe komt dat over bij jullie? Hè? En misschien is dat voor hun veel logischer als je met visualisaties werkt. Hè? Dat is wat we bedoelen met prototypen in het museum. En dat is voor hun wel een grote mindshift geweest. Mm-hmm. En dus wat ik daar juist zei over door samen te gaan creëren, ga je ook iedereen opleiden tot ontwerpers. Gaan zij nu ook denken van, misschien moeten we meer prototype to test doen. En meer met ons publiek in dialoog gaan. Dat zijn al twee belangrijke zaken die ze eigenlijk ook uit die samenwerking nu halen. Ja, en wat zij ook noemt, experiment, dat heb jij ook al genoemd. Dat is binnen Vrijplaats, een belangrijk kernwoord, toch? Slagen dan wel niet falen. Hoe belangrijk is dat binnen Vrijplaats, Thomas? Ja, dat is inherent aan experimenteren. Hè. Daar dat je inderdaad dingen doet, zodat je niet weet hoe dat werkt. Ik denk dat we daarnet ook al zeiden, als het gaat over die workshops die Alexander onder andere ontwikkelde rond klimaatrechtvaardigheid. En ik weet nog in een van de intervisies dat hij ook zei, de eerste maal, we hadden dat uitgetest. En dat is niet goed gelopen. Die reacties waren niet positief. En dan kun je in de put zitten en zeggen van, goed, we kunnen het niet. Of je kan terug de ideeën gaan herdenken en te gaan denken van, goed, maar waarom sloeg het niet aan? Welke elementen waren eraan betrokken? Was het complex? Of was onze aanpak niet gericht op de doelgroep? Op welke manier kunnen we dat stukje gaan bijsturen? En dat is heel belangrijk. Ik denk ook wel aan een project waar ik in betrokken was rond outdoor learning, waar wij studenten echt wel met kinderen, met jongeren aan de slag gaan, activiteiten gaan doen. Ja, de eerste maal dat je dat doet, dat is de eerste prototype dat je eigenlijk doet. Hè. Je moet ook wel weten dat dat niet perfect kan lopen. Pas op, soms gebeurt het, hè, dat van de eerste keer aanstaat. Maar ook wel daar die ruimte geven aan jezelf, om te gaan analyseren, te gaan bijsturen en te beseffen van, het is niet omdat iets mislukt is, dat het daarom slecht is. Het kan net door, zoals ik al zei, te gaan nagaan van wat zijn achterliggende redenen, op welke manier kan ik dat gaan bijsturen en dan het opnieuw te gaan uittesten, misschien in andere contexten, bij een andere leeftijdsgroep, dat dan plots wel lukt. Dus denk daar dan meenemen in dat proces is wel belangrijk. En dat wil ook wel meegeven aan studenten. En ik zei ook van, het is niet dat ik jullie sta te beoordelen, ik ga meedenken. Dus uiteindelijk gaan dat proces dat daarin heel belangrijk is voor hen om daarin te groeien en op zoek te gaan naar die manieren en daar ook wel weten dat dat uitdagend kan zijn, dus dat soms kan falen, maar ook wel met vallen opstaan tot iets komen dat uiteindelijk wel meer aangepast is aan de vraag, de nood die er is of de doelgroep. En in hoeverre is daar ruimte voor binnen het hoger onderwijs naast Vrijplaats? Ja, ik denk dat ik al een stukje gezegd heb van, voor mij is dat de kracht ook van Vrijplaats, dat we daar die ruimte willen genereren voor studenten. Het gevoel willen geven van, hier kan je experimenteren. Terwijl, en ik denk ook een van de studenten zei dat, in sommige stages is dat heel sterk afgebakend. Of de rol die je daar kan opnemen is minimaal. En moet je binnen een bepaald keurslijf gaan werken of binnen bepaalde krijtlijnen gaan werken. Ik denk dat we net ook wel die krijtlijnen in vraag willen stellen in Vrijplaats. Ook zeggen van, het is niet omdat ik dat vraag aan jou, dat je op die manier aan de slag moet gaan. Je kan daarin breder denken. Je hebt de openheid om andere dingen te gaan experimenteren. Of te gaan falen, of dingen te mislukken soms, of dingen die niet onmiddellijk werken daarin. Je hoort ook wel dat die projecten soms over meerdere jaren lopen. Dus het moet niet altijd afgebakend zijn in die ene stage van één student. Ook wetende van, er zijn projecten die vaak over 3-4 jaar lopen, waar studenten volgend jaar op kunnen voortbouwen. En dat je eigenlijk ook wel iets achterlaat,
waar studenten volgend jaar kunnen aan werken. We hadden studenten van het Pedagogie voor het Jonge Kind, die eigenlijk ook wel binnen de vrije plaats die werking, die sociale werking ook wel een stukje van studenten wouden op punt zetten. Dit jaar door corona was dat heel moeilijk, hè, om echt wel fysiek contact te hebben, zeker aan het begin van het academiejaar. Op het einde van het academiejaar zijn er zo initiatieven gebeurd waarbij ze ook na schooltijd of na werktijd studenten wouden bijeenbrengen om informeel contact te hebben, dingen uit te wisselen. En dat is moeilijk gelopen, maar op het einde was dat wel een succes, de afsluitende dag. Maar de studenten hebben eigenlijk ook wel een soort draaiboek gemaakt of een soort brief geschreven. Het is echt wel een brief naar studenten naar volgend jaar toe, van kijk, dat zijn onze inzichten, bouw hierop verder. Hè. Jullie gaan verder timmeren aan die weg, jullie gaan verder bouwen aan dat proces. En dan is uiteindelijk ook wel die zaken die misschien minder goed gelopen zijn zoals zij het initieel in gedachten hadden, wordt dat niet gezien als falen, maar is echt wel een leerkans of een stapje in dat groeiproces binnen Vrijplaats. Ja, en weer een belangrijke voedingsbodem voor de volgende studenten. Ja, absoluut. Ja, even, jij wilde er wat aan toevoegen? Ja, twee belangrijke dingen is ten eerste, doordat wij met complexe problemen aan de slag gaan, zou je kunnen zeggen, ik zeg dat voorzichtig, maar moet je bijna mislukken? Kun je niet in één keer het juiste antwoord vinden? En dat communiceren we ook zo. Dus van mislukken is bij ons een belangrijk iets om te leren hoe dat we net die complexiteit kunnen omarmen. Dat is het eerste. En ten tweede, ik denk dat de mindshift er een stuk in zit dat mislukken is niet gebuist. En vaak als je wordt daar ingevuld, dus mijn taak is mislukt, het is niet voldoende. Terwijl bij ons is het eigenlijk, like dat Thomas zei, een leerkans. Omdat we net zoveel willen bereiken, is het ook niet gemakkelijk om dat in één keer te bereiken. En mislukt het, dat is oké. En wij zorgen allemaal voor die veiligheid daar rond. En dat is toch wel, ook voor mijzelf, een enorme aanpassing, maar ook wel, geeft ook wel zuurstof. Een ander belangrijke term waar we niet omheen kunnen, duurzaamheid. Het zegt veel, maar het zegt ook weinig. Wat houdt het in en wat is voor belang binnen hoger onderwijs? Ja, uiteindelijk een heel belangrijke term, denk ik. Als het ook gaat over in onze opleiding, een lerarenopleiding, het gaat over de leerkrachten van de toekomst, die uiteindelijk ook wel jongere kinderen opleiden tot die burgers van de toekomst. Ik denk ook wel die open blik naar de maatschappij, ook wel weten de complexiteit van die maatschappij. Als school ben je geen eiland. Al die invloeden, als het nu gaat over heel grote problematieken zoals klimaatverandering of andere problematieken, genderongelijkheid, diversiteit, migratie, ja, dat is allemaal aanwezig op een school. Dus ik denk dat het, ja, sowieso is het onze taak binnen onderwijs, ook binnen hoger onderwijs, om daar studenten op voor te bereiden, om studenten daar rond op te leiden, ze handvaten mee te geven waarmee aan de slag te kunnen gaan. En dat komt zeker aan bod binnen de opleiding ook. Dus ik wil dat niet alleen claimen dat we dat in vrije plaats doen, maar wel ook dat experimentstukje daarin, ook wel vanuit die maatschappelijke vragen die er zijn, ook wel dat als een belangrijke probleemstelling centraal te plaatsen om daar rond materiaal te ontwikkelen, educatief materiaal, samen met die partners. Dus ik denk duurzaamheid is heel belangrijk, omdat het inherent verbonden is aan onze maatschappij en wij het ook de taak vinden van ons als lerarenopleiders om daar met studenten bezig te zijn en daar aandacht voor te hebben. Ja, en heb je een voorbeeld van een pijnpunt van duurzaamheid waarin vrijplaats een oplossing kan zijn? Ja, wat we merken aan duurzaamheid, en dat is algemeen iets, is dat we eigenlijk heel snel tot een bepaalde oplossing willen komen. Dat we zeggen, maar goed, er gaat iets fout, we hebben een problematiek rond overconsumptie of afval. Goed, ja, we gaan afval opruimen, het is opgelost. Heel lineair verband daartussen, tussen oorzaak en gevolg, gevolg aanpakken. Maar weten we dat uiteindelijk duurzaamheid gaat niet over het aanleren van een bepaald gedrag. Kinderen zijn geen robots. Als we kinderen als robots gaan behandelen en bepaalde oplossingen gaan opleggen of gaan verplichten of ons nadoen, in welke mate gaan zij later in staat zijn als er nieuwe problemen opduiken om daarmee om te gaan. Dus het gaat wel over die skills die zij nodig hebben, die duurzaamheidsvaardigheden die zij nodig hebben om met die complexiteit van die problemen om te gaan. Dus eigenlijk vraagt dat inzicht in de complexiteit van een problematiek, die afvalproblematiek, gaat niet alleen over dat plastic afval dat drijft op dat water. Dat gaat eigenlijk ook over productieprocessen. Dat gaat eigenlijk over ons eigen gedrag. Ja, op welke manier zijn wij ervan bewust hoeveel afval wij produceren? Hè? In ons koopgedrag bijvoorbeeld. Op welke manier kunnen we dat verminderen? Dus inzicht in de complexiteit. Het gaat eigenlijk ook over inzicht krijgen in, dat noemen we dat pluralistische gedachte, dat wij met heel veel in onze maatschappij heel veel verschillende meningen daarover hebben.
heel veel verschillende waarden aan emoties eraan koppelen. En dat je ook wel, als je een oplossing wilt bedenken, dat je daar aandacht voor moet hebben. Zelf voor iemand die daar radicaal een andere visie over heeft, dat je toch wel in staat bent om te proberen of trachten achterhalen van, maar van waar komt dat? Wat zit daarachter? Waarom heeft iemand een dergelijke uitspraak gedaan? Of waarom heeft iemand een dergelijke visie op dat problematiek? En een laatste punt. Voelsprieten hebben. Voelsprieten hebben, ja. Open voor zijn. Communiceren, maar dat betekent niet alleen praten, maar ook luisteren. Aandachtig luisteren. Aandacht hebben voor een andere mening. En een laatste, heel belangrijk pijnpunt, want ik denk de twee eerste zijn ja, vooral in de diepte duiken en een stukje het systeem, de kennis ervan begrijpen van wat is het problematiek en daarover in gesprek gaan, maar ook de actiegerichtheid, dat is het derde belangrijk punt, het ook effectief dingen gaan doen in de praktijk. Dus niet alleen daar lesjes over geven, kennis delen met anderen, maar effectief ook, en dat is dan wel wat we in vrije plaats willen realiseren, die ruimte geven voor experiment om dingen te gaan uittesten in de praktijk. Gekoppeld aan ook weer daar die reflectie op van ik heb nu iets gedaan, werkt dat nu, hoe kwam dat over bij anderen, op welke manier kan ik dat bijsturen. En dat is volgens mij wel een heel cruciale vaardigheid, een heel cruciale belang eigenlijk als we het over duurzaamheid hebben. Dat het niet zozeer gaat over een één-op-één relatie tussen een probleem en een heel eenvoudige oplossing. Als we allemaal dat gedrag tonen, zijn alle problemen van de baan. Het zit wel, ja, je moet echt wel dieper graven. Even voor jou, duurzaamheid, wat betekent dat binnen Vrijplaats? Ja, duurzaamheid is natuurlijk een heel vaag begrip. De dag van vandaag, wij praten ook over duurzaamheidseducatie. Dus dat is al één iets. Dus we gaan vooral ons richten op die educatie. En dat is hetgeen dat Thomas net beschreven heeft. Hè. Wij noemen dat dan dat systeemdenken, dat in debat gaan met elkaar en acties bedenken en handelingen bedenken en uitproberen en bijsturen. En dat zit in het DNA van Vrijplaats. Hè. We hebben al over dat experiment gesproken, over gaan verkennen verschillende bronnen. Dus dat zit er eigenlijk al een stuk in. Dus we gaan duurzaamheidseducatie ook niet altijd expliciet benoemen. Het zit eigenlijk ons in ons manier van werken. Ook al gaat het over iets dat niet over een duurzaamheidsthema gaat, want eigenlijk heeft alle thema's met duurzaamheid te maken, gaan we wel eerst gaan kijken van wat is er allemaal mee te maken, zijn er daar verschillende meningen over en wat zouden we kunnen doen en weer te experimenteren. En het speciale is ook dat wij, als we iets maken voor jongeren, dan gaan we ook die vaardigheden daar altijd in meenemen. Dus het experimenteren met de studenten gaan we ook weer doen met de jongeren, doen we ook met de externen, doen we ook met de docenten. Dus er zit eigenlijk overal wel een stuk in. En we zetten vooral in op die duurzaamheidsvaardigheden die je in staat stellen om in de toekomst met problemen, complexe problemen, om te gaan. En in hoeverre maken jullie binnen Vrijplaats gebruik van dat wat er al is? Bij bijvoorbeeld, als het gaat over acties, gaat het over acties verkennen. Eerst wat bestaat er allemaal al, maar dan ook bedenken en dan ook uittesten. Dus dat zijn een aantal topics waar we altijd mee aan de slag gaan. We gaan even kijken naar student en docent die hierover ook iets te zeggen hebben. Duurzaamheid. Dus wat is de link met duurzaamheidseducatie? Is vooral bewustwording. Hè? En dat bewustworden gaan opwekken door dat ze zelf aan de slag gaan met die thematiek. Dus vanuit de actualiteit. En niet weer, gelijk dat ik daar juist al zei, gewoon vanuit zo'n invulboek. Dus die bewustwording is wel heel belangrijk. En dus door die workshops toe te passen, wordt dat ook een stuk concreter. Ze kunnen ook actiegericht gaan. Ze gaan deze problematieken zelf onderzoeken aan de hand van actueel materiaal. En dan kunnen ze daar samen over reflecteren of over debatteren of over nadenken. Daar komen ze ook tot inzicht. Dat gaat over pluralisme ook. Dus dat er verschillende spelers eigenlijk spelen binnen dat probleem. Dus dat niet zo gemakkelijk oplosbare problematiek is. En dan op het einde hebben ze dan ook de actiegerichtheid, dat ook heel concreet kan gaan. Dus op dat vlak op duurzaamheid, ik denk dat een zeer sterk project is. Als je dat vergelijkt met de klassieke manier van gewoon zijn, er is klimaatcrisis, er is klimaatsverandering en dat komt door dat en dat. Als dat zo gewoon droog wordt meegegeven, denk je niet dat dat zo goed, of niet zo lang blijft vasthangen. Terwijl als je dat zelf je onderzoek, als leerlingen zelf gaan onderzoeken waarom dat allemaal gebeurt en zelf dat systeem denken eigenlijk ontdekken. Want bij die meisjes van Haartooi, die waren bezig met systeemdenken eigenlijk, zonder dat ze het doorhebben. En dan op het einde zei ik, kijk, wat jullie nu hebben gedaan, is systeemdenken.
Binnen Vrijplaats ontwikkelen wij dus materialen die te maken hebben met educatie voor duurzame ontwikkeling. Ook STEM en outdoor learning komt daar eigenlijk heel veel aan bod. En eigenlijk zijn dat vaak thema's, zelfs als dat over STEM gaat, die verbonden zijn met educatie voor duurzame ontwikkeling. Bijvoorbeeld binnen STEM worden er zaken ontwikkeld die passen binnen het thema leefbare stad bijvoorbeeld. Zaken die te maken hebben met klimaatadaptatie. Dus eigenlijk is er altijd wel een link met duurzaamheid. En niet alleen op vlak van thema's, maar ook op vlak van manier van werken. Volgen wij eigenlijk de EDO-principes. Waarom? Omdat eigenlijk die zaken dus die aan bod komen binnen dat denken eigenlijk, dat zijn vaak complexe thema's. En om inzichten te krijgen in complexe thema's, moet je eigenlijk systemen gaan onderzoeken. Moet je dus eigenlijk linken gaan leggen, moet je nadenken over oorzaken en gevolgen. Moet je dus ook bronnen gaan raadplegen. Dus dat hoort er eigenlijk ook allemaal bij, om dus dat systeem te kunnen analyseren en daar dus eigenlijk het breder kader van te zien. Het is ook belangrijk binnen zo'n complexe thema's dat je ook samenwerkt en dat je ook leert luisteren naar elkaar. Dus respectvol in dialoog gaan met elkaar, empathisch zijn, samenwerken met partners. Dus ook dat zijn eigenlijk heel belangrijke vaardigheden en principes binnen dat EDO-verhaal. En uiteindelijk heb je al die zaken nodig, dus die kennis en dat inzicht in dat systeem en die samenwerking en respectvol luisteren heb je eigenlijk nodig om tot concrete acties te kunnen komen. Dus die actievaardigheden, dat gaat dan eigenlijk over het bedenken, het verkennen van bestaande vaardigheden, bedenken van nieuwe, dus dat creatief denken is daar eigenlijk ook heel belangrijk bij, om dan uiteindelijk ook die acties effectief te gaan uitvoeren en te gaan evalueren. Wat valt er binnen het Vlaams hoger onderwijs en Vrijplaats nog te winnen op het gebied van duurzaamheid? En wat moet daarvoor veranderd worden in het curriculum? Ja, ik denk, heel veel curricula zijn bezig met die inbedding van duurzaamheid. Zeker in curriculumvernieuwing, als ik kijk naar mijn eigen opleiding, hebben we daar ook wel eerst de nadruk op gelegd. Ik denk dat Vrijplaats ook wel een mooi praktijkvoorbeeld daarvoor kan zijn, hè, om aan hoger onderwijsinstellingen te tonen. Maar kijk, dat zijn mogelijkheden om echt wel die koppeling te maken. Want ik zie ook Vrijplaats vaak een samenspel tussen enerzijds onderwijs, onderzoek en de samenleving, de maatschappij, met dan die uitdagingen. Ook wel te zien dat die drie componenten kan samenkomen. En op welke manier, welke rol docenten, maar ook studenten daarin kunnen spelen. Op welke manier samenwerking kunnen zijn. En ook wel zien dat je op die manier eigenlijk ook wel, zeker bij studenten, aan die vaardigheden werkt. Zoals je ook in het filmpje zag, waar we op inzetten, dat systeem maken, dat kritisch denken, creatief denken, die belangrijk zijn, belangrijke vaardigheden, dat eigenlijk door studenten daarin te betrekken in zo'n setting, op die manier aan de slag te gaan, dat je eigenlijk wel inherent aan die vaardigheden een stukje werkt. Ik denk dat een traditie is een beetje om duurzaamheid als thema wel zeker te behandelen binnen het hoger onderwijs, maar die vaardigheden waar we over praten, dat vergt ook wel tijd en ruimte en verbinding tussen verschillende domeinen, dat vaak nog niet kan landen in het hoger onderwijs. Dus het hoe en inzetten op didactiek en de doelgerichtheid. Niet van wat is oplossing en gaan moraliseren. Of je kan bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals gaan geven, gaan doseren of gaan een oefening rond doen, maar daarmee leer je nog niet vanuit je eigen levenspraktijk vragen te stellen over als je naar de winkel gaat en je verantwoordelijkheid daarover afwegen, met mensen in dialoog gaan en je eigen keuzes aanpassen vanuit eigen motivatie. Dus ik denk dat dat wel nog een uitdaging is voor het hoger onderwijs en ook een taak is van het hoger onderwijs om daar tijd en ruimte en expertise rond te gaan verzamelen. En er is een beetje een traditie van de vlag en de lading praten we over. Van de vlag wordt al heel vaak benoemd. Duurzaamheid kent iedereen en duurzaamheidseducatie ondertussen ook. Maar de lading van hoe doen we dat, dat daar nog meer over moet gedebatteerd worden. En je zegt het vergt tijd en ruimte. Vergt het ook een andere taal? Ja, en ik denk dat Vrijplaats daar inspirerend in kan zijn. Hè. Bijvoorbeeld als wij als docent niet de kennis voorop stellen. En zeggen met bijvoorbeeld een examen van dat je moet invullen en dat ik je dan beoordeel op vlak van je kennis. Het gaat vooral over die vaardigheden. Van niet wat dat je uiteindelijk doet, want wij stellen ook geen duurzaam gedrag op het einde van de rit voorop. Wij willen gewoon dat er juist geredeneerd is, dat er juist op respectvolle manier in dialoog gegaan is, dat er genoeg bronnen verkend zijn. En ja, dat vergt gewoon andere
andere accenten. Bijvoorbeeld dat creatief denken, dat is nu vrij snel overgegaan. Maar dat is ook niet dat je zegt van kijk, ik geef jou een blad en bedenk nu drie dingen. Daar moet je ook wel echt wel didactiek voor ontwikkelen. En daar moet je echt in trainen. En dat doe je niet. Het is niet als je één keer een activiteit bedenkt, dat je dan creatief kan denken. Dus dat vergt wel ook leerlijnen. En ik denk dat dat een grote uitdaging is. Ik denk dat nog altijd iets te veel als een opleidingsonderdeeltje of een vakje gezien wordt. Terwijl dat eigenlijk gaat over... Ja, er zijn ook veel linken met andere domeinen, zoals burgerschap, ondernemerschap, want je leert eigenlijk ondernemen. Ook in, linken zijn er met taal, met wetenschappen. Wetenschappen wil ook kritisch denken. Met kunst, daar leer je dan misschien ook creatief denken. Maar dat is allemaal nog iets te los van elkaar. Ja, want welke plek heeft vrijplaats op dit moment dan binnen het onderwijs? En ja, hoeveel ruimte wordt er nu voor gereserveerd? Ja. Momenteel hebben we die ruimte zelf met onze ellebogen gecreëerd. En zoeken wij middelen voor docenten. En de studenten schreven daarop in via bachelorproef of via keuzestage. En het nieuwe is nu dat we ook met afstudeerstage gaan werken. Dus dat betekent dat leerkrachten van morgen kunnen afstuderen, niet in een bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, biologie, plastische opvoeding, maar in vrijplaats. En dat wij er ook wel voor zorgen dat er een onderwijsrelevante stage zal lopen. Maar daar gaan ze wel al die principes leren. Dus dat wil zeggen dat die leerkracht van morgen in staat is om educatief materiaal te ontwerpen en ook die principes van educatie voor duurzame ontwikkeling kan toepassen. En ik denk dat dat wel een grote stap is om in de toekomst in het reguliere onderwijs zo'n inspirerende voorbeelden te gaan ontwikkelen. Ja, want welke visie heb je met vrijplaats? Hoeveel ruimte zou je willen dat er wordt gereserveerd voor vrijplaats binnen het hoger onderwijs? Ik denk niet dat... Vrijplaats wil niet voor alle studenten in leraaropleiding een ruimte zijn. Wij willen een ruimte aanbieden voor diegenen die dat ook willen, die daar willen in excelleren, die daar willen voor openstaan. Want ik denk dat er ook wel verschillende soorten leerkrachten nodig zijn. En wij willen niet zeggen alle leerkrachten moeten zo worden. Ik denk wel dat alle leerkrachten moeten weten dat dat ook een leerkracht kan zijn. En dat diegenen die daar... voeling mee hebben, dat die zich daar ook in kunnen ontwikkelen en excellent in kunnen worden. En dat voelen we wel echt in vrijplaats, dat we ook wel voor studenten die anders neigen uit de boot te vallen, omdat er nu misschien wel één leerkracht of een paar leerkrachten binnen een bepaalde marge vooropgesteld, dat wij een alternatief bieden en dat die student net daar die uitdaging in ziet om zo'n leerkracht te worden en daardoor weer die moed en die hoop krijgt om leerkracht te worden. Dus ik denk ook met de huidige crisis van lerarentekort en zo, dat we daar ook wel mee een antwoord op kunnen bieden, dat we het profiel van leerkracht breder maken en zo ook wel in het onderwijs mee een transitie kunnen bewerkstelligen. Ja, ik denk ook dat we momenteel in onderwijs heel vaak gefocust zijn op studenten die het moeilijk hebben. Daar gaan differentiëren voor studenten die moeilijk mee kunnen. Maar dat we ook wel moeten kijken naar studenten die heel sterk zijn en die echt wel die uitdaging nodig hebben, daar ook voldoende kansen aan geven. En dat is een vraag die, of dat is wel iets op tafel ligt, hè, dat weet ik al lang, maar ik denk dat Vrijplaats daar wel een antwoord op kan bieden. Yves gaf het al aan, we hebben dit jaar zeker zoal één concreet voorbeeld van een student die zei van ik was eigenlijk schoolmoe, ik zag het niet meer zitten, maar Vrijplaats heeft mij weer zuurstof gegeven. En heeft ook wel gezien van uiteindelijk met dat diploma van leerkracht kan ik ook wel dag en dag gaan doen. Dus het is een beetje het valoriseren van dat diploma, dat ook wel die waarde aan hechten van wat kan je daarmee doen, is belangrijk. Vrijplaats is tot stand gekomen in samenwerking met Duurzaam Educatiepunt. Wat is hun rol? We hebben een lange geschiedenis al met Duurzaam Educatiepunt. We hebben al heel wat onderzoek samen gedaan. We zijn ook een stuk partners voor elkaar. Ons ontstaan mee gefaciliteerd eigenlijk een stuk door een design sprint te doen met ons. Dus zij hebben ons een stuk geholpen om te conceptualiseren. Waar willen we naartoe? Wat zijn we? Wat betekent dit? Want eigenlijk is dat in de marge ontstaan van onze opdracht. Dus dat vergt ook wel wat moed om daarmee door te gaan. En ze hebben ons daar ook wel bij geholpen om de juiste taal te vinden. En in die zin is de samenwerking er. En ondertussen doen wij ook eigenlijk altijd een stuk onderzoek en dienstverlening, ook samen met als partners.
En voor mensen die denken van, nou ja, ik ben mee, dat wil ik ook. Hoe kan een vrijplaats geïntegreerd worden? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat we uiteindelijk, ja, het is, ik denk niet dat het simpel oplossen is door te zeggen, kijk, hier heb je ruimte ervoor, want het is ook wel voor ons een beetje een groeiproces geweest. En zo even het aangaf, het ellebogenwerk om daar ruimte voor te creëren. Maar denk wel, het vertrouwen krijgen is wel belangrijk, uiteindelijk van een diensthoofd, of van in ons geval ook vanuit een directeur onderzoek die zegt van ik geloof in jullie en we gaan investeren. Maar dat vraagt wel tijd. Dat is niets dat je van vandaag op morgen kan realiseren. Maar dat vertrouwen krijgen daarin, die ruimte krijgen, die ondersteuning ook wel een stuk daarin krijgen, is wel denk ik een eerste belangrijk element of toch principe om daarin mee te nemen om dat te kunnen realiseren. Ja, want wat zouden jullie willen meegeven van, als er mensen kijken van dat lijkt me interessant. Wat zou dan jullie tips zijn? Kom eens langs. Kom eens langs. Nee, ik denk heel veel praten. Ook niet rap groeien. Uw tijd nemen ervoor, heel belangrijk. Maar ook weer goed weten dat dit is niet zomaar... Want studenten praten ook vaak over vrijheid. Het noemt ook vrije plaats. Het is niet zomaar een chill room, ik zal het niet maar zo zeggen. Het is een ernstige plek en ik denk ook daarvan de visie duidelijk omschrijven en ook wel aansluiting zoeken met het curriculum. Want eigenlijk is Vrijplaats ook zo'n stuk ontstaan van we moeten niet voor het buiten een instelling zoiets gaan doen, we gaan dat net doen binnen een instelling en we gaan in dialoog met het curriculum, maar we gaan wel onze eigenheid bewaren. Dus we zitten zo'n beetje als vrije bubbel daartussen, maar we gaan er wel altijd mee in dialoog. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Het is geen tegenbeweging, het is een hand-in-hand beweging die eigenlijk zorgt voor wat triggering. En jij, Thomas, wat zou jij willen meegeven? Ja, ik denk vooral ook belangrijk het geloof hebben en het vertrouwen hebben in die studenten uiteindelijk. Hè. Want ja, de werking van vrije plaats is een stukje gestoeld op die autonomie, die vrijheid die je geeft als studenten. Maar ook geloven in die generatie van studenten, dat ze echt wel dingen kunnen realiseren, verwezenlijken. Dat zij skills hebben om dingen te doen, dat zij met vernieuwende ideeën kunnen afkomen die waardevol zijn. En daar ook ruimte voor geven en niet het gevoel hebben van, ja, ik heb hier de kennis in pacht en ik ga het jullie doorgeven, maar echt wel samen met hen meedenken. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat is wel een boodschap die ik wil meegeven. We hebben heel mooie voorbeelden gezien de afgelopen jaren in Vrijplaats. Dus ik denk, geloof hebben in die generatie jongeren. En dan komt het wel. Misschien nog iets heel belangrijk is, dat onderschat wordt, het is ondernemen. Dus er zit ook een businessplan achter. En daar moet je ook wel realistisch in zijn. Dat wil zeggen dat wij middelen zoeken, zodanig dat docenten daar ook mee bezig kunnen zijn. Het is geen winstgevend model in de zin van dat wij ook voor studenten geld vragen en zo, maar wel de ruimte die een docent nodig heeft om zo'n project te begeleiden, die verzekeren we dan ook wel. Zodanig dat die oefening ook ernstig kan gebeuren en niet na uw uren. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke tip is. Durf ook onderzoeksprojecten schrijven, durf subsidies aanvragen vanuit die visie. Durf onderhandelen met opleidingshoofden of instellingshoofden. En zorg dat er ook wel concrete middelen zijn. Want anders heb je het verhaal van de trekker die verbrandt al voordat die landt. Niet onbelangrijk. Waar kunnen we de projecten vinden waar jullie mee bezig zijn geweest en waar jullie mee bezig zijn gaan? Ja, op de Vrijplaats website. Daar vind je eigenlijk een omschrijving van onze visie, van onze thematische lijnen waar we op ingezet hebben. En daar staan ook projecten in de kijker. Dus een zekere website die ook een deel is van het proces, van het leerproces van ons. Op welke manier communiceren we onze inzichten. Dus dat gaat zeker nog verder groeien. Ik denk dat we daar ook wel investeren naar volgend jaar toe, om dat verder te laten groeien. Dus ik denk zeker Google Vrijplaats Artevelde Hogeschool. Dan ga je eigenlijk al een eerste... Ga je het kunnen vinden. Eef, jij bent jaren geleden begonnen met Vrijplaats als de trekker. Ben je tevreden? Ja, het is wel overweldigend. Eigenlijk, als je kijkt, ik zit nu 12 jaar in als docent in een lerarenopleiding en eigenlijk ben ik daar ook al 12 jaar mee bezig. En ik denk dat Vrijplaats ook wel iets is dat... We spraken daar juist over studenten die op een andere manier kunnen leren, maar dat geldt ook voor de docenten, is er voor mij ook wel een nood om zo daar gefocust mee bezig te kunnen zijn. En als ik dat nu zie, maar ik besef het nog niet altijd zo goed, dat we toch met 60-tal studenten aan de slag gaan, dat we nu ook die afstudeerstage verwezenlijkt hebben, dat we met 6 collega's er al bij betrokken zijn, dat we met curricula in dialoog gaan, dat ik ook
meer en meer ook daar die erkenning, niet omwille van de erkenning, maar gewoon dat je voelt van dit is iets dat ook wel serieus genomen wordt, wat dan nog veel meer mogelijkheden biedt. Dus dan ben ik wel heel tevreden en kijk ik vooral uit naar, naar waar dat naartoe gaat. Wat is een droom? Een droom is om die impact op de wereld nog verder scherp te krijgen, hoe dat we dat gaan doen. En specifiek binnen educatie, want ik wil ook nog benadrukken, wij zijn niet alleen naar onderwijs, maar ook in algemeen educatie doen we projecten. En bijvoorbeeld in buitenschoolse context enzovoort. Of met gemeenten dat we samenwerken. Maar dat we dat nog meer kunnen formaliseren, zodanig dat we het ook meer kunnen delen met andere instellingen. Ons droom is daarom niet direct om enorm te groeien, maar wel kwalitatief beter te worden. En dan stop een koord van toch wel die informele context behouden en onze eigenheid behouden, dus niet over gaan structureren. Als ik dat kan bereiken, dat we eigenlijk een vanzelfsprekende informele leeromgeving kunnen zijn, dan ben ik heel, heel tevreden. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was de Future Forward Talk. Dank aan alle studenten, docenten en partners die zijn betrokken bij Vrijplaats. Dank aan Thomas en Eve om hier te spreken. En ben je nu geïnspireerd geraakt door dat ontwerptraject en wil je samen met Duurzaam Educatiepunt ook aan de slag rondom duurzaamheid in opleidingen? Surf dan naar de website van Duurzaam Educatiepunt en laat een bericht achter. En daar vind je ook de online leermodule over lesgeven over en voor duurzaamheid. Van alles te vinden dus. Dag!